Iglesias. Silver Rancher. Ah, ja. Hoe kan die zilver zijn als hij alleen fucking blut speelt? I don't get it. Oh hey. Nee. Ik ken die zilver zijn, die heeft gezegd dat hij maar eerst zo bezig is. Of ooit was hij zilver, ik weet het niet. Zou kunnen. In ieder geval beter als ons, hè. Sta weer tegen de Morgana, dus counter mij volledig. Ik kan eindelijk die dingen achteruit trekken, hè. Ik heb dat gisteren geoefend in een botgame. Zelfs geen botgame, gewoon een custom game. Ik heb wel verloren, maar zwart. Ik heb gewoon. Het lukte mij. Nixie zou kwam altijd weg met 5 HP of zo. En ik was dat zo muug en dan ben ik gestorven omdat ik enemy mines aan het tanken was en. Ja, Nixie zou en ik had geen mana niet meer in mijn kwart leven. Dus ja. Pro Jinx player, I want to see that. Look, a ward! I have one! Oh my god, Jinx heeft maar 3 levens minder als mij. Jij begint aan bod zeker? Oké. Dus ook wel een beweging op hem, hè, Anouk. Ik weet het. Hij zegt dat hij een brakke farmer is en ik zeg waarom denk dat ik support mee. Ik suk ook in farmen. Tom. AD Tom. Echt challenger. Ik denk het niet. Oh my god, die gast is hier waar. Dat is kapot, man. Dat is dat de keeper, maar dan ook. Allee, dat beter eigenlijk. Je stopt omdat het vaak reizen is. Challenger is niet vaak reizen. Als hij is, dan in tegen wel. Oh my god, die gast. Awesome. Ik kan al niet lang geen kampen, maar oké. Hoi, eerste CS, laat hem al liggen. Alle 3 gemist. Dude. Dude, you're almost dead! Switch to boss! Je hebt bommen! Please! Pro Jinx, pro. Zero fire. Pro Jinx. Oh my. Ze bleef die gewoon hitten met een BB gun dat zero damage doet in het begin. Oh, botlane geen exhaust. Dan heb ik het over de enemy botlane. Ik heb nog alles. Gewoon niks wasten. Dat is gemeen. Jinx heeft 4 farm, jongens. 4. Ik heb 9. 4. En de andere heeft er 9. Gast, je moet zoveel schrik niet hebben. Ik weet wat ik doe. Door het grap. Die wil ik dat. I'm not blitzcrank. Ja, maar die heeft trash niet. Die heeft gezegd dat hij ooit eens een keer blitz wil pakken omdat dat precies blitzcrank is in zijn ogen. Nee. Alles behalve. Ik weet het, maar dat weet hij niet.
ga geen turret crabs doen. Vaak de pijn in een Chorus gekild. Wel, I gave him a double kill, ook al had ik ze allebei kunnen hebben. Ja, maar zo hoort dat als je ze poort. Goed voor mij, ik zeg. Botlane heeft geen summoners meer in onze AD Carry terug ingeflashed nadat ze leven had gered voor de tweede kill te pakken, dus. Is dat worth, is dat niet worth, I don't know. Double kill is misschien worth, maar om terug in te flashen nadat je leven gered is, vind ik zo minder precies. Hij is nog niet hopeloos precies. Of ga je zelfs een nutteloze rijd aan Carry? Laten we het op tweede houden. De enemy was gewoon greedy omdat hij zo laag leven was en vast stond onder toren en ik heb ze er gewoon onder getrokken. I don't like Vayne, zegt hij met Vayne op onze toplane. Dus hij moest die alleen maar one-shotten en die waren dood. Niet moeilijk. Relax. Just let go. Dude, ik weet dat Morgana daar is, hoe je daar niet zo gaan staan. Zeg je zelf al, lol. Ik denk dan nog no you're problem. You're kinda dead if you don't take my fucking lantern. Je weet dat misschien nog niet. Hoe kan je dat dan niet weten? Oké, dat is niet zo bang. Roep op u, dat is een real AD Carry, dat. Ik hou me niet. Jotti is serieus, hè? Serieus? Ik ga zwijgen, maar ik word aan mijn tent op het moment. Voilà. Heb je blaven aan ook? Ja. Hij weet het ook goed, hè, want... Veen twee shotten, wat voor een noobje te gaan dan. Ik denk dat een hoek wil zeggen, go all in behind enemy minions. Come on, yes, please. Als ik hoek wil zeggen dat ik gewoon Morgana fucking spellshield wil hebben. Het is de enige reden dat ik Morgana pak. Jij moet gewoon zorgen dat je uit de buurt blijft van Vayne. En mijn lantern pakt. Ja, van die gast. Surprise, I'm black. En die gebruikt zijn klippertjes exact zoals die Jinx van gisteren. Die gooit nee, die gewoon uit het niets. Dacht die dat puur gebruikt en dan ga je wat aan het ingaan. Ik heb mijn hoek gebracht om de Mien te stelen. Dat was niet warp. De bedoeling. Totally warp. Oh, dat was kei grappig. Oh, ik ben nog geen level 6, maar ik wil dat spelshield eruit hebben voordat jij dat zei. Benner. Ga hoor!
guilty! Gast! Lieve, ik loop een guilty bitch gewoon! You're joking! Guys, no! Ma! Why are you not guilty? Please! Now you get me, seriously! He had an easy double kill! Easy! Ik had geen flash meer om daar aan te geraken. Oh, dat was wat dus. Oh, ik had level 6 moeten zijn, hè? Had ik die kill kunnen pakken. En dat gezien toen dat wij allebei ingingen, liep die weg. Inderdaad. En jij ging terug in en liep terug weg. Maar die waren toen, dat was easy kill. En dan had hem zo'n zak gegooid, nou weet ik veel waar, zijn kleppen zaten al lang gebruikt. Hij zal een support meenemen, ja, ook. Come on, hij zei net dat hem een pro jinx was. Snapte nu waarom ik dat niet geloof als mensen dat zeggen. Maar zijn vriend is wel challenger, hè. Dude, take the lantern. I'm black. Fine Rippe. Die is, kan echt alleen maar supporten, want die loopt gewoon weg van elk gevecht. Clippers! Ik weet niet wat clippers zijn. Just turret! My god, you joking still? Joris, kom eens kijken van de double kill land. I don't grab, I hook. Stop daarmee. Juke it! En ook houdt van die gast. Ik red die zijn leven, please! Wie is de beter dan die Terry? Dat is een duidelijk ding. Double kill! That's how you play AD Carry! Fuck! Fuck! Support eigenlijk. I'm trying to come to save you, but... Ik heb exhaust ook. Oh nee, Anouk. Ik wil een assist, fuck it. Ik denk dat ik die nog heb, of hè? En hoe gaat je geraakt als dat ik kill? Hij is dood. Misschien wat daar af. Maar die had te veel leven. Mm-hmm. Ik heb dat overleefd! Ja, dat is een beetje dankzij mijn komen ganken eigenlijk, anders had hij gewoon gedived en hem weg gehad. Ik bedoel, de Morgana Veen dubbele tower dive heb ik overleefd. Met letterlijk het HP dat ik nu had, heb ik die tower dive nog overleefd en een double kill. Kijk, zelfs geen good job, fuck off. Ik had die zijn leven perfect gered, hè, uiteindelijk de hoek gepakt trouwens, hè. Dan gooit hij die kleppertjes nog altijd voor niks, hè. En die pusht solo. Nice heal. Oh my god, dude, you're so dead. Wow! Oh, for fuck's sake! Damage! Waarom is die zo yellow?
Die was aan het pushen tegen 2 en die had zijn kleppels al gebruikt, dus ineens escape. En weer al is die hier, Joris. Joris, Master Yi is hier. Alweer. Ik snap wat je bedoelt, hè, man. En die boeber. Allee man, alles. Ik mis alles met die bittere flasjes elke keer, hè. Dit? Ze weet dat geen flasje, hè. Ah, je weet. Hier, kom naar mijn paas. Nou, hij is weg. Ja, Yorii is een triple pot. Dude, niet pushen met uw bommen. Gebruik uw zap niet gewoon. Gebruik die of niet nuttig. Easy kill. Botlane is wel de meest actieve lane hier. Dus ik denk dat het wel spannend is. Oh my god, jongens, check mijn leven. Alweer? Ik heb hem een kill gegeven, maar hij sterft altijd. Die is instant dood, ik weet niet wat hij build, maar... Oké, okay, oh, die keer is zo de meest van die meeste. He dies too quickly. Hè? Die veel te rap sterft omdat hij in het midden van Morgana een ult blijft staan. En onze toren is weg. Ik ben nog steeds aan het stakken. De toren is weg. Bye bye. Bye bye toren. Misschien dat hem nu eindelijk wat veiliger gaat pushen. Die rol is fuck aan mijn dag. Hé, die heeft 4 kills. Oh shit, Sherlock. Let me in. 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 Oké, Joris, Drake is op. I don't give a shit, Drake. Hey, dat geeft wel stakken. Oh. Ja, dat geeft meerdere stacks. Kom hier. Ah. Bitch, kom hier. Hier, take it. Ja, dat was awesome. Kom op. Uh-oh. Oh my god, de pro head van hem. Oh, is dat nou zo grappig? En ik heb dat niet gezien. Toen dat er ineens 4 man zit. Wat dat zo grappig was, dus ik ben makkelijk weggekomen. Dan heb ik een perfecte pool gedaan op Yi, waardoor ik de midlaner een double kill heb gegeven. Ik wil niet veel zeggen, met Redon gaan zo makkelijk zijn weggekomen, dat hij op mij begon te rushen, maar ik op Yi vlog. En ik heb die Golden kom al af, dus ik had keiveel speed. Maar geef toe, de manier waarop dat wij in de Dragon Pit zijn gegaan, dat wel classy was, hè, come on. Dat was heel classy, hè, maar niet doordat er 4 man stond te wachten op ons. Nee, dat hadden we niet door, nee. Veen en Drake is nog niet gedaan. Niet leuk. Veen is gaan bezen, hè. Nog eens proberen? Ik zal warden van tevoren. Dus Veen is op base, dat weet wel. Hier is een ward. Chugget is op top. Hier is iemand. Op
Stoppable. Waarom heal? Dat was niet nodig. Nice. Kill the bitch. Drop the break. Eén zap. Eén zap raken. Oh, ik kan niet zo hard pikken, dat is niet echt. Wat? Oh, nee. Jumped over me shot, wat is dat voor een Nederlands? Ik denk dat Nederlands moet voorstellen. Ah! Over me shot. Was Jordi's. Hij is steeds. Hij is zelf door, hij niet zo goed bezig. Oh. Dan moet hem toch wel wat meerdere supports gaan leren, zo. En just one. En nog veel deals van die pakken. Doe hier een biertje. Mijn ding is gestakt. Jammer. Ja, is je in de neighborhood? Nee. I am this. Yar. Ja? Wat? I don't know, okay. Wow, die damage. Wat, de wereld, ik in de kill? Ja. Ik ben on de rampage. Ik kan niks doen. Die veen one shot maar. Casing on purpose, if that's what you mean. Maar ik heb gewoon veel pijn met die red buff en de andere vlam dingen. Die been doet echt heel veel pijn. Dat is waar je zo slow. Dan pak je het niet. Imagine if I had a real weapon.
Carrie bezig? Geen idee. But I am not a Carrie. Oké, okay. You're not a Carrie. Can you come? Oh, the damage, man. Who fed that bitch? No. 7 keer is Jinx al dood, hè? Zal het zijn, zie ik niet. Ah. I don't have a team. Think my name. Let! Zo hard waren we toch niet aan het winnen? Ja, dan.